Play at Work. Kan jij je eerste werkdag nog herinneren? Dat is meestal een spannende dag, want je komt op een totaal nieuwe plaats waar je je weg nog niet kent, met natuurlijk ook nieuwe collega's. Wel, Anne de Mager beleeft vandaag haar eerste werkdag en voor haar is het extra speciaal, want ze heeft haar nieuwe job gevonden dankzij ons, dankzij Play at Work. Anne, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Anne, vandaag is de grote dag, hè? Je gaat aan de slag als slaapadviseur bij Moppen Slaapcultuur in Lokeren. Ja, dat klopt. Heb je zelf een beetje goed geslapen vannacht? Dat was iets minder. Dat is normaal, hè? Denk ik toch, op een eerste werkdag. Ja, het is dat, hè? Dat is spannend, hè? Ja. Dat is altijd. Zeg, je bent om 9:30 begonnen. Jouw werkdag is ondertussen 15 minuten bezig. Wat is de eerste indruk? Ja, fijn, hè. Ik heb hier super collega weer al. Ik denk, ik kom in een fijne omgeving terecht. Ik voel me hier al direct thuis. Dus geen probleem. Super. Ja, ik zei het net, hè. Je hebt de job ontdekt op de radio, dankzij ons. Ja, leg eens uit. Wel, ja, ik zat 's morgens in mijn gebruikelijke file. Dus en dan ben je eigenlijk al een beetje gefrustreerd. En dan in één keer hoor je op de radio zo een opgewekte stem. En ook de manier waarop dat ze ook vertaalden van de voldoening van een verkoop en mensen helpen. Dat trok mij echt enorm aan. Dus ik dacht, ja, 's morgens in een auto, ik ga een mailtje sturen, ik ga dat opzoeken. Ik was eigenlijk blij heel de dag van alleen nog maar de stem te horen, de opgewektheid zo'n keer, dat deed echt iets deugd, ja. Ja. Je stond in de file, iedere dag moest je veel te lang rijden. Hoe lang was je onderweg iedere dag? Toch minstens 1 uur hoor. Soms zeker wel 2 uur over. Dus het was wat te zien. Dus, ja. Ja, en je hoorde de enthousiaste stem van Nathalie. Nathalie, goedemorgen. Goedemorgen, Sam. Hey, ja, het is een dag waar jij als zaakvoerder ook al even naar uitkijkt. Hè? Want die zoektocht naar de perfecte nieuwe slaapadviseur, ja, daar was je wel al even mee bezig. Ja, dat klopt. Ja. Dus ik was echt heel blij om het mailtje van Anne binnen te krijgen. Ja, want zoals zij het enthousiasme van mij apprecieerde ik ook echt enorm het enthousiasme in haar mail. Echt wel. Dat was heel tof. Ja, toen ik jou voor het eerst aan de lijn had, vertelde je ook van, ja, dat je er even een beetje door zat zelf. En die zoektocht was echt al zo lang bezig tot wij kwamen. Ja, we zitten gewoon al een tijdje met wat afwezigheden. Dat is erg, want dat is niet hun fout. Maar daardoor zijn we natuurlijk al een hele tijd op volle kracht aan het draaien met te weinig personen. Dus daarom was ik echt wel blij dat ik een klik voelde. Ja. Ja, maar wat was het eerste gevoel inderdaad toen je Anne op sollicitatie kreeg? Het begon eigenlijk met de mail. In de mail omschreef zij zo duidelijk hoe dat zij haar in die auto voelde. En dat gaf mij ook zo'n blij gevoel van, ik heb iemand blij gemaakt. En ik kon dat zo goed overbrengen ook. Dus dat was eigenlijk daar al de klik. En dan hebben we een afspraak gemaakt uiteraard om elkaar te zien. En eigenlijk is dat gewoon zo verder gebleven eigenlijk. Ja. En ook nu, kijk, de eerste keer zij komt binnen en ik voel mij ook meteen zelf op mijn gemak. Ja. Nou, super plezant dat jullie elkaar gevonden hebben hè, via Play at Work. Hoe ziet Anne haar eerste werkdag eruit, Nathalie? Dat begint al heel spannend. Dus dat moet je toegeven. 10 minuutjes net gearriveerd op het werk de eerste dag en meteen live op de radio. Voilà. We zullen dat een beetje op die vibe verder doen vandaag. Ja. Ik weet het niet. Het hangt vooral af van wie hier allemaal binnenkomt en zo. En, dus we laten het eigenlijk een beetje de eerste dag op ons afkomen. Ja. Gewoon, ja. Maar het kan gaan beginnen, Anne. Heb je er goesting in? Dat zijn we zeker, tuurlijk, ja. Super leuk. Kijk, ik hoor 2 blije mensen, dat is heel tof. Anne en Nathalie, bedankt. En ja, veel succes met de nieuwe job, Anne. Ja, en ik wil jullie bedankt, van harte bedanken. Sorry, ja, ik wil jullie zeker van harte bedanken. Heel tof dat wij op de radio mochten komen om de vacature voor te stellen. Met veel plezier. Nathalie en Anne, dankjewel. Play at Work.